We hebben werk te doen, dit zei Desiree Bouterse, president tevens NDP-voorzitter gisteravond bij de massameeting op het Oud Veerplein. Bouterse benadrukte dat de NDP en haar coalitiepartners zich in deze periode niet druk zullen maken met de tegenwerking van anderen. Daarbij noemde hij het fake news dat verspreid wordt en de protestacties door andere politieke partijen en activisten. Ondanks de tegenwerking heeft deze regering veel projecten uitgevoerd. En op weg naar de verkiezingen zal het tempo opgevoerd worden, zei Bouterse. Volgens de NDP-voorzitter komen er ook projecten om de economische situatie te verbeteren. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie haalde aan dat deze regering, ondanks vele tegenslagen, het land tot ontwikkeling brengt. Eenmaal het baggeren van de Suriname rivier, waardoor goederen in de winkel en Comoro boomkoppen. 7 maart gaan we openen, highway. We hebben werk te doen. Laten we leuke en leuke nachtige dingen vertellen. Laat me verder zeggen, wij gaan de productie opvoeren. En we zijn bezig via LVV. En we zijn bezig met andere entrepreneurs. Om de arbeiders van FAI, die nu in problemen zijn, om de mensen een menswaardig bestaan te geven. Wij zullen ervoor zorgen dat er een stukje rechtszekerheid komt bij de arbeiders die vandaag aan de dag op straat staan. Wij hebben werk te doen en laten we ons niet laten afleiden met dit soort mensen waarmee we eigenlijk medelijden moeten hebben. Ondanks de tegenstand, ondanks de fake news, ondanks de tjobomofo, ondanks uno ontwikkelingsfonds moro, ondanks taka oli nanga go to prijsaka. Alla de mega project is hier. Een regering onder leiding van deze Nederlandse Bouterse. Zet je u, zet je volk, zet je kondre. Parlementariër Amzat Abdul haalde aan dat de NDP-fractie een initiatiefwet heeft ingediend om alle legale en illegale cambio's aan te pakken die doen aan koersopdrijving. De NDP-topper zei dat deze wet bedoeld is om de economische aanvallen van andere partijen aan banden te leggen. We pakken aan en we behandelen onze dati. We puur als speculatiemotief. We verscherpen de strafmaatregelen. En we zorgen dat er rust in draai komt bakken. We zorgen dat er rust in draai komt bakken. Tot zover NDP-parlementariër Amzat Abdul. Hij sprak gisteravond bij de massameeting van de NDP die aan de vooravond van 40 jaar revolutie is gehouden.